Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van leukerecepten.nl. Wie mij een beetje volgt, die weet dat ik in Eindhoven woon, in Brabant dus. En als je aan Brabant denkt, dan denk je natuurlijk aan worstenbroodjes. Dus die ga ik vandaag maken. En ik ga ze in een mini formaat maken en in een snelle variant. Ideaal voor bij de borrel. Oké, wat hebben we allemaal nodig? Ik heb hier onder andere runder gehakt staan, hier wat kruiden. Een eitje en hier liggen plakjes deeg te ontdooien. Ik gebruik plakjes deeg voor hartige taart, dus geen bladerdeeg. En ik ga alvast de oven voorverwarmen op 200 graden. Ik ga eerst aan de slag met het gehakt mengsel. Hiervoor ga ik een kleine shallotje snipperen. Dan gaat het gesnipperde shallotje bij het gehakt. En dan doen we ook de mosterd erbij. Ongeveer 1 theelepel. Een snufje peper. Een snufje zout. Een beetje paprika poeder. En dan gaat er nog ongeveer een half eitje bij. De andere helft gebruiken we straks om de broodjes te bestrijken. Ongeveer de helft. Zo. Mengen we even goed door elkaar. En dan doen we ook een beetje paneermeel erbij. Ik doe altijd in het begin een beetje en dan voeg ik steeds een beetje toe. Totdat het gehakt lekker stevig is. Want we moeten er natuurlijk ook nog worstjes van gaan kneden. Klein beetje. Zo. Klaar. Nu gaan we aan de slag met het gehakt. Hier maak ik kleine worstjes van. Ongeveer net zo groot als de helft van een plakje deeg. En die leg ik even op mijn bordje. Als alle worstjes klaar zijn, gaan we verder met het deeg. Ik heb een klein beetje bloem op de snijplank gedaan, zodat het niet blijft plakken. Dan snijden we hem doormidden. Dan nemen we een worstje en die draaien we er dan in. Mag vrij losjes. En aan het einde doen we een klein beetje water. En dan rollen we hem verder op. En dan drukken we de naad heel goed op elkaar. De zijkanten die kunnen in principe gewoon open blijven, want dan kan de hete lucht eruit. En dan heb je dus minder snel kans dat ze open gaan. En dit gaan we nog eventjes doen met de rest van de worstjes. Nou, alle worstenbroodjes liggen op de bakplaat. Let er even op dat je de naad naar beneden neerlegt. En nu gaan we ze bestrijken met het overgebleven ei. Hierdoor krijgen ze een extra mooi en krokant korstje. En dan gaan ze de oven in. De oven is klaar, dus we gaan even kijken. Nou, hier zijn ze dan, de mini worstenbroodjes. Ze zien er lekker uit.
Eén of twee zijn ietsjes gescheurd aan de zijkant. Dit kan misschien komen omdat ik ze iets te strak in het deeg heb gerold. Of misschien iets te hoog in de oven heb gebakken. Dus let daar op bij het maken van de worstenbroodjes. Nu nog een klein beetje tomatenketchup erbij en ze zijn vast keilekker. Bedankt voor het kijken naar deze video en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende week!